Hallo, ik ben Céline van La Maison Victor en vandaag ga ik jullie tonen hoe je op een makkelijke en snelle manier je eigen pins kan maken. Wat heb je daarvoor nodig? Onze tekeningen die je kan downloaden op onze website. Doorzichtig krimpapier. Een schaar. Secondenlijm. Brochespeldjes. Stiften. Kleurpotloden. Ofwel acrylstiften. Dat zijn speciale stiften met verf in en die geven het mooiste effect. En dan uiteraard ook nog onze oven voor ons krimpapier te laten smelten, zodat het hard wordt en de grootte krijgt van een broche. Zo. Ik heb gekozen voor de lipjes te maken. Leg de tekening gewoon op tafel en het krimpapier met de ruwe kant naar boven er gewoon op. En dan ga je gewoon de tekening overnemen in de kleuren die je graag hebt. Alright, de tekening is ingekleurd en dan gaan we die gewoon uitknippen langs de rand. Dat moet niet exact op het randje, daar mag ook nog een klein beetje van het papier overblijven langs de rand. Onze tekening is klaar, helemaal ingekleurd. Ik heb de oven al voorverwarmd op 150 graden. En dan gaan we ons tekeningetje gewoon op de bakplaat leggen. Je gaat zien dat die eerst helemaal gaat opkrullen, de tekening. En dan gaat die terug openkomen. En dan gaat die eigenlijk pas klaar zijn. Het duurt een minuutje of twee. Zo, onze pins zijn klaar en veel kleiner ondertussen. Ik heb er ondertussen ook nog wat extra gemaakt. En de laatste stap die ons rest is gewoon onze brochespeld aan de achterkant met lijm erop kleven. Zo, nog enkele seconden laten drogen en dan zijn onze pins klaar om op te spelden, zoals deze.